Hallo allemaal en welkom terug. Dag Ruud, welkom terug in deze speciale uitzending rond Fun Factory, ons belangrijkste, geliefde merk. Er was wat speculatie rond, want Fun Factory is overgenomen en het stond in de vakbladen door Satisfyer. En ik kreeg natuurlijk een hartverzakking. Ik ook. Ik dacht, wat? Ik kreeg ook bericht van een medetester, test, die stuurde... Ja. What the fuck? Zo, ja. Dus, ja. Ja, inderdaad. En terecht, hè. Het is bij veel mensen... natuurlijk, het was bij onze accountmanagers al iets eerder bekend. Hè, maar er is toch lang mee gewacht om dat te communiceren. Maar dus de eigenaar van Fun Factory heeft zijn bedrijf verkocht, daar komt het eigenlijk op neer, aan een grote, gefortuneerde bedrijfsserieel. Of, heeft meerdere bedrijven in portefeuille. Waaronder Satisfyer. Dus het is een beetje verkeerd om voor te stellen dat Satisfyer Fun Factory heeft overgenomen. Het is eerder ene mens met meerdere bedrijven, ja. Waaronder Satisfyer. En nu dus ook Fun Factory. Ja, zo had ik het ook gedacht. Daarom dat het zo, in het begin, als je niet goed weet wat dat er gaande is, is het heel belangrijk om even af te wachten en te zien van, dat is misschien een tip voor alles in je leven, om altijd even te zien van in hoeverre klopt dat verhaal. Want ja, media publiceert ook maar wat als ze te horen krijgen en liefst zo snel mogelijk. Dus ja, hier hebben we dat weer gezien, dat er eerst heel veel paniek gezaaid wordt om dan te zeggen, het is toch niet echt dat verhaal. Maar wat dat wij nu zien, is natuurlijk wel dat er wat twijfels zijn over in hoeverre blijft het nog hetzelfde, blijft de kwaliteit hetzelfde enzovoort. Dus daar denken we ook wel over. Ja, inderdaad. Want ja, Fun Factory is natuurlijk de grootste kwaliteit. Is voor ons echt het merk. Ook de enige die productie heeft in Europa. Ja. Dus ja, of dat blijft, is de grote vraag. De kans bestaat dus van niet. Hè? Ja. En dan, dan is de vraag, ja, maar blijft effectief dat siliconen hetzelfde? Blijven die designs even goed? Enzovoort. Hè? Dus ja, er is mij gezegd dat de machines blijven. Dus alles is overgenomen. Ja. En het blijft het premium merk. Dus alle designs blijven. Er zouden designs kunnen terugkomen. Want wat moet gezegd worden natuurlijk, is dat de bedrijfsleider Dirk van Fun Factory echt een ingenieur was. En geen businessman. Nee. In principe. Nee. Dus ja, hun dingen was anders. Hè. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar een merk zoals Satisfyer, die doen niet dezelfde manier van testen en van ontwikkelen enzovoort. Satisfyer heeft immens veel producten in portefeuille, alleen onder in hun bedrijf. En maar een klein deel daarvan is echt heel goed en wordt goed verkocht, zoals de bekende Satisfyer Pro en zo. Maar heel veel producten, ik denk altijd, dat voelt een beetje als trial and error. Zo, je smijt iets op de markt en dan gaan we aanvoelen van, oké, werkt dat niet? Ah nee, het heeft niet zo heel veel succes, dan droppen we die prijzen, ik weet niet hoe laag, tot dat verkocht is en we maken weer andere dingen. Ja, een heel andere filosofie dan bij Fun Factory, die echt iets gaan ontwikkelen, testen, weer bijschaven, nog eens testen enzovoort. Het duurt jaren voordat er uiteindelijk een product op de markt kwam, maar die waren dan ook allemaal goed. En het bewijs heb ik hier, ik heb toevallig, ik bewust uiteraard, deze is Fun Factory, een van de beste vibrators vind ik die ze gemaakt hebben. Geweldig. Tiger. Ook die ring en heel, dat is allemaal hun design, dat is hun idee. En dan hebben we Satisfyer. Die met een... Allee, ik bedoel... Serieus, hè? Ja, dat was natuurlijk hetgeen dat mij stoort. Hè. Satisfyer maakt plagiaat ook, hè, van de designs. En nu heeft de eigenaar ook het premiummerk in portefeuille. Ja, ja. Nu, er is wel zo, het is wel gezegd geweest, dus de machines blijven dezelfde, dus zij gaan nu eigenlijk gewoon het premiummerk ook brengen. Ja, ik vermoed dat de bedoeling is. Hè. Ik denk zeker niet dat de bedoeling is om van Fun Factory een Satisfyer kopie te maken. Nee. Het is echt de bedoeling om het premiummerk te behouden, de teams te behouden, want de commerciële teams zijn hetzelfde. AVA blijft. Hè. Dus zij als seksiologe blijft ook verbonden en het merk blijft hetzelfde serieus houden. Ja. En ze zegt ook hetzelfde siliconen en dezelfde motoren. Ja. Ja, dat zullen we moeten zien natuurlijk, want als je die twee nu met elkaar vergelijkt, daarom heb ik ze er ook zo bijgepakt dat je het kunt zien, verschil alleen al in de handle van deze tegenover deze, dit is echt duidelijk
van dat harder ABS-plastiek. Zeer schoon afgewerkt, duidelijk indrukbare knoppen. Terwijl als we naar deze gaan kijken, ja, dit is hier onderaan is dat zacht. Die glipte ook uit mijn hand op het moment dat ik die vast had. En die knoppen zijn zeer moeilijk indrukbaar en zichtbaar. Ja. Dus ze maken een kopie. En pas op, het is een goeie tooi. Ik heb hier een goede review over moeten schrijven, want het is een goeie tooi. Er zit een goede vibrator in. En een goede vorm. Maar goed, die hebben ze zelf niet verzonnen. Maar goed, ja. Die hebben ze gekopieerd. Dus ja. Ja. En de flexibiliteit natuurlijk van Fun Factory is bij deze, dat is echt spectaculair. Hoe hard dat die plooit. En je ziet ook, dat ziet je natuurlijk moeilijk op beeld, maar dit heeft geen naden of niks. Dus dat is één geheel. Terwijl één geheel, ja. Als je goed kijkt, zie je die naad hier op de achterkant. Dus dit is geen geheel. Ja, het zijn zo aan elkaar geplakt eigenlijk. Flexibiliteit hebben ze geprobeerd. Ja. Het is toch wel nog iets anders dan Fun Factory zelf. En ja, de gladheid van dat siliconen, dat zegt voor mij ook al van ja, dat is niet dezelfde kwaliteit als die van Fun Factory. Ja, want dat is wel belangrijk. Hè? Dus Fun neemt medical grade. Ja. Ja, dus geen food grade, maar echt medical grade, platinum cured, het hoogste kwaliteit aan niet-poreus siliconen. Ze mengen dat zelf, de inkten zijn ecologisch, het is allemaal super veilig enzovoort. Dus ja. Dat zal hier iets minder zijn. Ja, bij Satisfyer is het gericht op, zoals ik net al zei, op verkoop en op snelheid en op, en zoals jij al aangaf, op business. Ja. Terwijl een bedrijf als Fun Factory, ja, die hun filosofie was anders. Die hun filosofie was, wij willen goede producten op de markt brengen, innovatief zijn, vernieuwend. En dat is bij Satisfyer totaal niet... Fun Factory is qua marketing ook heel erg progressief, hè, heel erg voorop. Terwijl Satisfyer gewoon een heel breed publiek aanspreekt met, en daar heel veel geld... Het grote geld gaat echt naar marketing bij Satisfyer. Ja. Terwijl bij Fun ging het geld naar de... Naar de designs en de productie. Ja, ja. Dus ik ben wel blij dat er een marketingman Fun Factory nu gaat leiden. Dat effectief ook wel een merk wordt, als het een premiummerk blijft, dat veel meer bekendheid zal krijgen. Ja, ja. Ja, dat hoop ik. Hoop ik ook. Ja. Ja. Maar, ja. Maar de kans bestaat, volgens mij is dat zo, gaat de productie dus naar China, net zoals bij Satisfyer, en hebben we geen Europese makelij meer. Nee, en ook minder, dat heb ik al veel van mensen gehoord, als er uitgelegd wordt waarom is dat nu zo belangrijk dat dat in Europa blijft. De controle op sextoys over het algemeen is niet super hoog. Mm-hmm. Dus er mag eigenlijk eender wat ingedraaid worden en je mag er eender wat op je verpakking zetten. Dus vanaf het moment dat dat naar China gaat, is die controle nog minder. Kunnen we dan nog minder controleren en bekijken. Dus ja, dat is wel een beetje een risico. Ja, dat is een zorg. Ja. Natuurlijk, ja, er zijn... Alle andere merken produceren in China. Hè. Neem Zhuzhou, Octopus, eigenlijk allemaal. Dus ja, het hangt natuurlijk van de mensen zelf af die produceren en die achter, al dan niet achter het merk staan. En voor mij is dat natuurlijk Ava, in wie ik zo 100% vertrouwen heb. En als zij zegt van, het is dik in orde, dan is het voor mij ook... in orde. Maar ik heb toch wel zo'n zin om dan eens naar China te gaan om te gaan kijken. Wat denk je? Mogen wij eens komen kijken hoe dat jullie dat doen? Is dat verder van u nu of niet, eigenlijk, China? Hoe ver is dat nu van u? Ik ben heel slecht in geografie. Ola, dat zou ik eens moeten bekijken. Ik heb er nog niet bij stilgestaan. Blijft toch ver, denk ik. Ja. Blijft ver, hè? Dat dacht ik ook, ja. Je gaat langs een andere kant moeten gaan. Het Stille Oceaan is prachtig. Ja, kijk, voilà. Dus dat is een grote verandering. Hè? En die is sinds oktober ingegaan. Natuurlijk, er is nog heel veel Fun Factory stock aanwezig gemaakt in Duitsland. Ja. En die gaan dan vervangen worden door de nieuwe productie in China. Maar details kan ik daar nog niet over vertellen. Dus ik zou zeggen, mensen, als jullie nog graag een echte Duitse toy willen... In Duitsland gemaakt door Fun Factory. Ook al blijft volgens ons de kwaliteit en het materiaal en de motoren hetzelfde. Ja, dan is het misschien wel dit jaar nog dat je moet aankopen. Hè? Ja, we kunnen dat ook niet. We gaan nog stok gaan hebben tot zeker eind dit jaar. Ja. We weten het ook niet, hè.
Dus nee. Dat is het grote ding, dat we totdat we er zelf in handen hebben die vandaar komen, kunnen we niet zeggen, het ziet er exact hetzelfde uit. Wij hebben nog niks gezien, hè? Nee, klopt. Nee. Dus nee. Dit was ook wel een beetje een spannende video om te maken, hè, omdat we niet goed weten van... Hoe zit het? Wat is het verhaal erachter? Dit is exclusief voor jullie, hè, mensen. Wij weten nog niet alles. En wij mogen ook misschien niet alles zeggen. Dus ik ga er even over nadenken. om hem dan openbaar te maken. Hè, maar ja. Ja. Mm-hmm. Goed. Ja. Waar hoop jij op, Ruud? Goh, ik hoop vooral dat ze effectief groter worden. Dat meer mensen het merk leren kennen, want het is gewoon echt een ongelooflijk goed merk. En het is heel vaak heel frustrerend om op te boksen tegen de groten, zoals Satisfyer. En om dan te zeggen, ja, er is een prijsverschil, maar dat heeft ook een reden. Mm-hmm. Dus hopelijk kunnen ze dat ook op die manier spelen en kunnen ze zeggen van, kijk, dit is echt premium. En dat er meer bekendheid komt, waardoor dan mensen ook een bewustere keuze gaan maken in welke speeltjes dat ze kiezen. Ja, ik denk dat ze de marketing push echt wel kunnen gebruiken. En gezegd dat Satisfyer op zeer korte tijd een ongelooflijke namensbekendheid heeft gekregen. Ja. En eigenlijk alle originals voorbij steekt. Hè. Ze zijn natuurlijk begonnen Satisfyer met Womanizer te kopiëren. En ondertussen zijn ze bekender dan Womanizer. Ja, en het is ook zo dat, want als ik spreek, ik heb hem hier nu toevallig staan. Wacht, hè. Als ik spreek over de Satisfyer, dan denken we aan deze, hè. Mm-hmm. Dat is de Satisfyer en dat is het model waarin dat we allemaal denken, als mensen dat vragen van ja, en de Satisfyer, dan weet ik, er wordt naar dit gerefereerd. Maar dat is zoals met Bic en met Pampers, dat je als merk zo bekend wordt en dat van een sextoy, dat hebben ze wel fantastisch goed gedaan. Ja, dus, absoluut. Dat opzicht, ja. Ja, laten we hopen dat de Mea van Fun Factory even bekend wordt, hè. Ik hoop het ook, maar ik vrees dat het prijsverschil daar wel voor een... Ja, inderdaad. De Mea is de suction toy van Fun. Keigoed. Fantastisch, is, ja. Echt waar. Ja. All right. Mensen, als jullie nog vragen hebben, kan me voorstellen dat er vragen komen. Of jullie willen nog een van de echte Duitse Fun Factory toys bestellen, stuur gerust een berichtje. Of boek een Fun Factory party, want wij blijven Fun Factory naar voren schuiven als het merken. Ja, absoluut. All right. Bedankt. Tot een volgende keer. Bedankt, Ruud. Bye.